Is Instagram live al bezig? Nu. Oké, dames en heren. We gaan live. We doen het in het Nederlands voor de mensen die meekijken via Instagram nu. We gaan een hoop vragen beantwoorden en uiteraard lekker lullen over horloges. Maar we hebben de camera horizontaal gezet. Het is niet omdat we achterlijk zijn en niet weten hoe de telefoon werkt. Maar je moet hem zelf even draaien. Reden daarvoor is als we hem rechtop zetten, dan passen we gewoon niet met z'n allen erin. Ondertussen filmen we hem ook vanuit YouTube en we kijken naar de YouTube-camera. En dit keer gaat Ramon niet eten door me heen praten, dus het komt helemaal in orde. Aan onze YouTube zal ik inderdaad niet gaan doen. Oh. Aan onze YouTube-kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Watch Talk. Vorige was compleet uit de hand geëscaleerd, maar ik heb er weer zin in, mannen. Proost. Proost. Nou, adje voor de sfeer. Het is al gezellig in ieder geval. Beren gezellig. Ja. Nou, Raimundo, vertel ons. Laten we naar de vragen gaan, Raimundo. We gaan naar de vragen. Dan moeten we niet een inleidingje nog of zo? Harder. Heb jij net gedaan toch? Of, Rutger, jij moet harder praten. Oké, luister. We hebben een vraag. Ingestuurd door Hugo Kooi. Hugo Kooi, man. Ja. Je broer. Ik zie nu al dat hij niet heel goed geformuleerd is, dus ik moet even goed lezen. Oh, dat is die vraag die je zelf hebt gesteld. De Daytona geschiedenis aan verschillende referenties op een rijtje. En de verschillende binnen de referenties plaats hebben gevonden. Tot nu toe niet echt een vraag. Zoals Inverted Six, Floating Four Lines 225 van toen naar nu. Ik dus denk... Hij wil eigenlijk een compleet overzicht van de hele Rolex Daytona op chronologische volgorde. Dat zou je zeggen. Maar, aangezien hij zegt tussen haakjes, zoals Inverted Six, Floating, Four Lines, 225 en z, denk ik dat hij een beetje op Zenit doelt. Okay, want dus misschien kunnen we die doen. Misschien is dat beter. Want daarvoor had je uiteraard de Falsjoux, dus de hand-wound Daytona's. En die begon natuurlijk met de 6239 als eerste opvolger van de 6238. Wat was er zo spectaculair aan het verschil tussen een 6238 en een 6239, Ramon? Zo, off guard, pak je me daar eventjes. 6238, 6239. Is dat niet dat Daytona op de plaats staat? Nee. Okay, want 6239 zijn er ook zonder Daytona op de plaat. Okay. Het grote verschil, en daarom is dat echt pas de Daytona en daarvoor pre-Daytona genoemd, zowel 6234 als 6238, is dat de bezel, de tachymeter scale, niet meer op de wijzerplaat zat, maar opeens aan de buitenkant van de kast. Ja. En, nog een ding, contrasting subdials. Dus de 6238 heeft altijd dezelfde kleur subdials gehad. En alle Daytona's hebben contrasting subdials gehad op de albino na, waarvan er 5 zijn gemaakt, onder andere Eric Clapton als vorige eigenaar. Maar Rutger, wellicht dat jij ons wil inlichten over de Zenit Daytona's. Die hij noemt dus een paar dingetjes. Zenit Daytona's zijn inderdaad begonnen in 1988 en door de jaren heen hebben ze wat gevarieerd in die platen. Eigenlijk zag je vanaf het begin dat ze starten met de Daytona al heel veel verschillende wijzerplaatconfiguraties en andere configuraties. In een hele korte periode. Dus zag heel veel dingen die afwisselden in een hele korte tijd. En dat was eigenlijk alleen maar omdat hij niet populair was destijds. Nu is dat totaal anders. Maar ook eind jaren 80 was het nog niet echt het model van Rolex. Nu staat iedereen ervoor in de rij en wachten mensen er geloof ik 7 jaar op. Maar destijds was dat nog niet. Dus ik denk dat ze ook toen nog, want door de jaren heen steeds dingen gingen veranderen om te fine-tunen en te kijken wat het best aansloeg. En zo zijn er wat verschillende variaties geweest. Bijvoorbeeld die Inverted Six. Die dan laten we het chronologisch aanpakken. Waar begonnen ze bij? Wat is de eerste wijzerplaat voor de Daytona? Ze begonnen met een porseleinen plaat in het wit. Met vier lijnen. Bravo, ja, bravo. Zie je, Ramon? Hij weet wel wat dingen van horloges. Hij weet het wel, inderdaad. Dat is dus een voorliner. Die hebben dus nu in de winkel liggen, alleen niet de porseleinen. Er zit dus ook weer een mega prijsverschil in. Ja. En dat is omdat die porseleinen voorliner echt het allereerst was. Heel kort geproduceerd is. En daarom nu highly sought after is. Ja, weet je nog waar voor? Dus je hebt uiteraard eerst die porseleinenplaat. Dan heb je later die Fourliner die we nu hebben, wat die L-serie is. Mm-hmm. Wat zit daar nog tussen? Weten jullie welke configuratie daar nog... Tussen welke? Fourliner en? En die porselein. Zowel zwart als wit heeft dit. Float? Third. Lekker grap. De floater. Die hebben we niet. Die hadden we een tijdje geleden. Bij de floater staat het woord Cosmograph een stuk lager dan Superlight of Chronometer officially certified. Dus even om het kort te houden, zijn gewoon een paar variaties geweest vanaf 88 tot de volledige jaren 90. Grootste prijsverschillen zitten hem eigenlijk puur in het feit hoe kort het geproduceerd is. Dus hoe zeldzaam het is en niet hoe mooi het is of
maakt verder niet heel veel uit voor mij. Optisch gezien is het niet, zijn het niet gigantische verschillen. Je hebt recenter nog bij die 11650 heb je uiteindelijk de vroege, die heet de Panadials, omdat ze die witte platen verkleuren. Maar je hebt ook de pH dials. En daar staat het woord van APH dials. En dan zit Cosmogr, spatie, APH. Net als een long I. Er zit eigenlijk een soort van meer grotere spacing tussen. En dat zijn ook dan weer speciale platen. Dus dat is bij kaliber 4130. Dus de allermodernste Daytona kaliber. L6520. Even tussendoor, die hebben we nog niet gehad. Van Luc Scheffler. Wat dragen jullie vandaag om de pols? Hetzelfde als de vorige keer. Ik ook. Helemaal niet. Jij droeg geen Daytona. Ja, hetzelfde als altijd. Verkopend horloge, Ramon. Verkopend D-date. 18038. Eigenlijk in mijn opinie, we zeiden het al vorige keer, bang voor je bak. Gewoon het beste horloge. Geen enkel horloge wat je zo'n gevoel geeft als de geel-gouden D-date. Ja, het is zo, als je bedenkt dat een nieuwe inderdaad ook 30k kost in de winkel. Wij hebben ze voor net iets meer dan 1/3 van de prijs. Ja. Het voelt wel echt als een 30k horloge. En als je dit om hebt, voelt het eigenlijk kostbaarder dan als je een Nautilus 3700 om hebt van een ton. Dat is mijn ervaring altijd. Ik voel me eigenlijk altijd de grootste kingpin om met gewoon zo'n champagne dial D-rate eventueel met diamanten. Klopt. Maar ik ben gewoon ingetogen hoor. Ik heb wel ook weer het godverdomme man, een saaie jongen. Hetzelfde als vorige keer 6305 om de pols geslingerd. Oké, nou Rutger. Ongewijzigd. Wat draag jij? Je begrijpt de hint niet helemaal. Het is hetzelfde. 18038. Ik heb nog niks beters gevonden ook tot nu toe. Nee, je D-Just 41 was niet beter. Ja, wel, maar die is me verboden. Die draagt hij in het weekend. Oké. Dus. Volgende vraag. Volgende vraag. Nog een biertje trouwens? Ik was wel aan het lopen. Volgende vraag komt van Danny Doe. Is dat zoals hij zichzelf noemt, gekke Chinees. Dat is een Chinees, hè? Danny Doe heeft een mooie Speedmaster bij ons gekocht. Nee, dat deed ik. Wil je hiermee iets zeggen? 0.0? Ja, ik pak gewoon een biertje, toch? Geef die aan Dennis. Geef die aan Dennis. Zijn we aan Dennis? Waarom ligt het bij de rest van het bier? Ja, pas op. Dat is geen breidel. Ja. Danny Doe. Wat wil Danny Doe? Danny Doe, die heeft dus, zeg maar, die refereert naar het horloge wat hij bij ons heeft gekocht. Dat is een Speedmaster. Hij vraagt zich het volgende af. Ik heb een Speedmaster met een open rug. Hey. Zo op de nieuwe mat hier, hè? Handgeknoopte mat. Vertel, Roderick. Hij vraagt dus, ik heb een Speedmaster met een open rug. Wat is daar bijzonder aan? Of niet? Open rug? Naar IC dan. Open rug, Jochie. Niet voldoende vitamintjes gekregen in de fabriek, denk ik. Ik denk dat hij doelt op de Crystal Caseback. Dus je hebt Omega Speedmaster uiteraard met de achterkant gesloten. En dan staat er gewoon op First Watch Worn on the Moon. En bij de pre-moons alleen die Seahorse logo. Daarna hebben ze een Sapphire Crystal Caseback gemaakt voor die Omega Speedmasters. Twee configuraties. Je hebt de Sapphire Sandwich. Dan is zowel glas aan de bovenkant van Saphir als de onderkant. Maar je hebt ook plexiglas modellen aan de bovenkant en Saphir glas aan de onderkant. En dan zie je het uurwerk. Altijd tof, omdat kaliber in zijn is het 1861 of 1863. Hangt af van welk jaar die is. Maar dat is wel een mooi uurwerk om te zien. En het verschil is enkel optisch. En het is wel geinig dat eigenlijk Omega er redelijk vroeg mee kwam. We hebben die gouden Speedmaster ingekocht gisteren. Die is uit, wat was het, 82? Ja. En die heeft ook al zo'n Crystal Caseback. Dus eigenlijk vrij vroeg. Bij alle andere merken die we hier verkopen, verkochten, zie je het eigenlijk pas eind jaren 90, begin 2000 een beetje zelfs. Ja, en Rolex doet het uiteraard helemaal niet. Die hebben het ook nooit gedaan. En weten jullie het eerste merk wat zo'n uurwerk liet zien eigenlijk? Weten jullie dat? Dus kon zien van de buitenkant? Beloven. Deze was on fire! Deze is on fire! De Acronym View. De Space View. Maar dan zie je het door de wijzerplaat in plaats van aan de achterkant. Ja. Dus het is een bijzonder horloge ook. Ik heb hem onder andere gegeven aan mijn zwager. Over die Speedmaster gesproken. Open rug. Nee, die gouden. Beide. Young Watch Enthusiast vraagt, wat kost die eigenlijk? Beide gouden Speedmasters, dus we hebben er twee. Eentje is de editie uit 1982. Ja, 1982. En die kost €25.900. Beide gouden Speedmasters zijn van dat bedrag. Als je alle twee koopt, is het dus... Ronden we het af op 50 ruggen.
51,8. Maar ja. Ik dacht met je Aziatische roots kan je iets beter rekenen. Maar dat maakt niet uit. Moet ik elke keer vragen of je een nieuwe vraag wil stellen? Oké, Danny, ik hoop dat je vraag beantwoord is. We gaan door naar de volgende vraag van Ruben Bruijnen. Ik wil Nick terug als quizmaster, want dit is echt niks hoor. Komt-ie. Stoïcijnse handlap. Stel, je hebt onbeperkt veel geld. Dat heb ik. Ja, dus dat is niet stel. En je moet 3 horloges kopen. Welke zou dat zijn? 1 dresswatch, 1 sporthorloge en 1 flex horloge. Oké. Okay. Flex Ramon zou 3 keer een D-date kopen. 3 keer D-date, ooit flexed. Ja. Vertel. Sowieso wel een D-date, ja. Maar dan als dresser? Of is dat is je flex horloge? Nee, dus je hebt 3 horloges. Een dresswatch, een flex horloge en sportmodel. Een sportmodel. Ja, dat vind ik eigenlijk dan... Ja, dat zou dan mijn flexer worden. Ja, je D-date. Flex horloge, ja. Oké, en welke dresser? Dresswatch... Tweede pleur. Nee, Calatrava'tje. Sowieso een Calatrava. Maar welke? 565? Ja, denk het wel. Denk wel gruwelijk. Het is niet per se een Calatrava, want het is een borgelkast. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, klinkt ook zo mooi. Borgelkast. Ja, Borgel heeft die kast gemaakt. Sorry, grap. Oké. Okay. Dus de kastenmaker werkt ook voor Rolex. Right. En als, even kijken, sportief horloge, denk een Aquanaut. Maar 565 in goud of in staal? Nee, staal. Okay, want we hebben die gouden 565 gehad. 5065 zou ik dan doen. Okay. Ja. En jij? Dress een 504P, Patek. Oké. Okay. Sport 5065 op een groen leer bandje. En flex een rosé gouden Rainbow Daytona. Oké. Okay. Not too shabby. Nee, too shabby. Mijn sporthorloge heb ik natuurlijk net gekocht, de 6541 Mil Gauss. Als dresswatch zou ik of een 2499 second generation, dus met ronde pushers in plaats van die vierkante pushers. Mm-hmm. Of een 2499 of een AP Vintage Canchamp Perpetual, onder andere die ik jou laatst had gestuurd. Weet je? Die Vintage Canchamp Perpetual is crazy nice. En als flex horloge denk ik gewoon Yachtmaster 16628. Met witte plaat. Die vind je lekker, hè? Die vind ik zo fucking sexy. Trouwens, over dress nog even melden hoe gruwelijk ik eigenlijk die chrono van Frank Müller vond. Die Collection Man laatst zat. Zoek hem even op bij Collection Man. Enige mooie horloge ongeveer wat hij ooit heeft gemaakt. En Frank Müller was natuurlijk eigenlijk gewoon een hele goede horlogemaker. En daar is hij voor zichzelf begonnen. Is weggaan bij Patek Philippe. En toen heeft hij die eerste designs en best wel Patek Philippe geïnspireerd. Dus het lijkt ook best heel erg op een Patek Philippe. Ja. Echt fucking vet horloge. Enige Frank Müller die ik echt wel zou willen hebben. De rest is natuurlijk om te huilen. Maar ja, dat was zijn cocaïneperiode. Dat is gek, want ik produceer dus juist beter werk aan cocaïne dan... Ik ga juist dat zijn jouw woorden. Nou, we gaan door. Kasper Koekenbier. Is dat die naam die je zelf hebt verzonnen? Nee. Nee. Zijn voorouders hebben die verzonnen. Even kijken. Welke minder bekende vintage horlogemerken vinden jullie ook de moeite waard om aan te schaffen? Het valt me namelijk op dat bekendere merken zoals Rolex, Omega, Patek, Cartier, etc. regelmatig te sprake komen. Maar in de loop van de jaren zijn er nog veel meer merken geweest die leuke horloges hebben gemaakt. Als voorbeeld Universal Genève met de Polenrouter. Nou, dat is het antwoord op je vraag. Heeft hij die toevallig zelf heel toevallig, de Polenrouter? Dat is de uitzondering. Die is wel nice. Ja, Universal. Maar Ulysse Nardin denk ik ook. Ulysse Nardin vind ik nice. Je hebt best wel hele dope Gérard Perregaux. Je hebt gewoon heel veel merken die echt wel mooie modellen hebben gemaakt. Alleen ze zijn veel schaarser. Om daar echt een goed formaat en een goede uitvoering en goede conditie in te vinden. Dus daarom hebben we ons beperkt. We geloven ook meer in specialisme. Dus ik ben liever in 4 merken het beste dan in 20 merken het allemaal net niet. Ja, dus dat is ook een reden. Het is niet omdat we andere merken er niet van houden. Universal Genève is een mooi merk natuurlijk. Een cultmerk. Wat ook zeker in dat rijtje past. En jij hebt nog eentje aan te vullen, toch? Tudor. Galet. Ik ben een grote... Van Hart. En ik ben een grote liefhebber van een merk wat Ramon nog steeds niet goed kan uitspreken. Jee, Moldavotje.
Die denkt dat het Moldavo is. Maar ik ben een groot liefhebber van Moldavo. Ik ben een groot liefhebber van Movado. Ik heb ook hele mooie Movado Chronos in mijn eigen collectie. Bijvoorbeeld met die Serpent Hands. Dus dat is zo'n slangetje. Oh ja. Dus ik vind dat ook bijvoorbeeld een heel tof merk. Maar het is niet zo commercieel. Dus het is niet iets wat we per se in de winkel voeren. We moeten toch deze mannen betalen. Zijn peperduur. Het pand is natuurlijk ook niet gratis. En ik hou dat vooral voor mijn privéverzameling. Ook omdat Nick altijd heel boos wordt als ik zoiets koop voor de zaak. En hij zegt, oh, dan moet ik weer zo'n kutterloosje fotograferen. Dus ja. Dus ja, dat is dus er zijn zat dingen, maar het moet en commercieel zijn voor ons en het moet binnen onze collectie passen. Blancpain wil ik ook nog heel veel noemen trouwens. Oh, ja. En Blancpain. En dat is tegenwoordig voornamelijk AP, Cartier, Rolex, Patek. Ja. Dus vandaar. Even kijken. Gaan maar we houden van heel veel merken, dus vergis je niet. Je gaat ze misschien niet bij ons zien, maar we kunnen heel veel merken waarderen. Ja, wat voor vintage caliber heb gehoord? Oh, dat is een goede vraag. Nou, niet het Engels, die guy is Engels. Oké, okay, somebody wondered if I ever heard something back from Vintage Caliber. If you don't know Vintage Caliber, he started out as a watch smuggler back when he was still in Hungary. And we kind of traded a lot back in the days. Like when I was, let's say 21, 22, I think we closed in 2-3 years, we closed over €1 million in deals without ever seeing this guy. I never met him, but we just closed it via Instagram and via WhatsApp. And basically at a certain point, he changed his name because watch smuggler kind of sounds a little bit iffy. But the reason why it was called Watch Smuggler actually was because when he shipped the watches out, he shipped them as a book, so you don't have to pay the import tax. And he cut out the sizing of the watch and he put the watch inside the book. So basically you got a book delivered and inside was a watch, which was kind of cool. But then he moved over to Germany. He started his own shop and I fucking love the dude, but he fucked me over in the end. It's a bad ending to the story. So basically we still traded a lot of watches, right? And obviously you have this connection when somebody loves watches, and you did at this point over €2 million in deals. And at a certain point I started ordering more watches from him. I usually purchased from him, yet I sold, let's say, 5 to 10 watches to him. And at a certain point I think I paid like over €20,000 in watches to be shipped to me. And then he did send out a track and trace code, but the track and trace code still said it was at the German border control, because he then lived in Munich. And the guy kept slacking on his communication. And eventually I didn't hear anything. Apparently he was considered bankrupt. And the German government took all his assets, including the watches he just shipped out. And I never got my money back. Yet, like, this was a year ago. And 2-3 months ago, he contacted me all of a sudden. Like, I'm so sorry this happened. You were always very, very genuine and very kind. I'm sorry, but I'm in a big, big shit here. So I do also feel kind of shitty for the guy, as he didn't intend to fuck me over. In the end, he did transfer, I think, from his personal account, from his wife or whatever, or from his aunt, he transferred €4,000. So he still kind of owes me €16,000, but I'm never going to get that money. Yet, he's in more shit than I am, so I'll just give him a pass, I guess. Nog één vraagje van de IG community, van Bart Bos. Mogen jullie alles dragen wat er in de winkel ligt? Dat is een goede vraag. Er zit een verschil tussen Jasper en de rest van het team. Wie geeft antwoord? Jullie. Het antwoord is, in de winkel is dat mogelijk. En buiten de winkel niet alles. En dat komt omdat we een verzekeraar hebben die het niet fijn vindt als we met horloges boven een bepaalde waarde op straat gaan lopen. Omdat we toch in een risicocategorie vallen. Dus dat is het antwoord. Ja. En als de bepaalde pieces nu al stock zijn, zeker pieces die krasgevoelig zijn. Bijvoorbeeld die, of pieces die krasgevoelig zijn, nieuwe AP's of Patek Philippe's die we net hebben laten polijsten bij Patek Philippe zelf, die laser recharge hebben. Ja, dan moet je ze gewoon niet om gaan doen, want dat is gewoon zonde. Maar als een horloge vintage is, ja, iemand anders heeft hem toch al misschien 20 jaar gedragen, dus dan is dat geen punt. We halen niks uit de stickers of zo, maar meestal dragen we het voordat het geserviced wordt. En als we klaar mee zijn, dan sturen we het op, wordt het gereviseerd. En dan komt hij weer helemaal netjes terug en dan verkopen. Jullie hebben geen dorst, begrijp ik? Want ik begin aan mijn derde ronde. Ja, of jij hebt heel erg dorst. Misschien als je voor hem een Fernandes hebt. Hij houdt van Fernandes, volgens mij. Verloza. Parbo bier. Lekker parbootje. Flauw, hè? Zullen we ondertussen gewoon doorgaan? Of heb jij belangrijkere dingen te doen? Ja, is goed. Even kijken. Sander Scholten, die is benieuwd. Nee, dat is niet waar. Dat is die wel. Sander Scholten is niet benieuwd. Maar nog niet.
Eerst is Thomas Duits aan de beurt. Die vraagt zich het volgende, een discutabel dingetje. Zijn Cartier stemt Rolexen origineel? In welke periode gebeurde het dat Cartier de retailer was van Rolex? En hebben jullie er zelf wel eens eentje in de handen gehad? Ik heb er zelf nooit eentje in mijn handen gehad, eigenlijk. Ze bestaan. Maar, ja. Ik heb er zelf nooit een in bezit gehad. Ik heb ze wel gezien, ook op veilingen. Stefano Mazzariol had echt een hele bizarre Rolex Datejust. Cartier stemt. Cartier gebruikt ook voor hun... super, dankjewel Dennis. Ik heb zo nog één vraag tussen. Cartier gebruikt ook voor hun... Mogen wij niet, Dennis? Nee. Gebruikt ook hun eigen productcode die je vaak terugziet op het horloge zelf. Cartier zelf geeft geen informatie meer over weg, wat Tiffany & Co. bijvoorbeeld wel doet. Dus dan maakt het wel een stuk moeilijker om te inschatten of hij origineel is. Bekendste voorbeeld is die 1680 Rolex Submariner met die blauwe bezel. Ja, en ik kan je daarvan verklappen dat ik zeer erg mijn twijfels heb bij de originaliteit van het horloge. Behalve de Cartier font, uiteraard is die bezel gewoon niet kloppend bij het horloge. Dus het bestaat wel, maar het is dusdanig gevaarlijk dat wij onze vingers er niet aan willen branden. Ja, en die 1680 is een goed voorbeeld, want eigenlijk elke Cartier signed sub die je ziet is een 1680 met die blauwe bezel. Maar dus dat niet zijn toeval ze op een gegeven moment doen, toch? Dat ze overal ter wereld toevallig precies dat hebben verkocht. Het is gewoon één guy die heeft gemaakt. Of zo. Ja. Ja. Dus, en mensen die dat zijn gaan kopiëren waarschijnlijk. En er bestaat ook geen echt duidelijk onderbouwde sub met een goede provenance dat geleverd is aan Tiffany & Co. Dus het ding is, aan Cartier. En bij Tiffany & Co. heb je dat vaak wel. Dus dan heb je nog bepaalde exemplaren die originele bon van Tiffany & Co. hebben. En de doos van Tiffany & Co. Je hebt geen enkel exemplaar van Cartier gesigneerd met Cartier papierwerk, Cartier doos of iets dergelijks. Dus het blijft altijd heel moeilijk discutabel. En wanneer waren zij retailer, vraagt hij ook? In welke periode? Tot wanneer? Ze waren niet zozeer retailers dat ze het altijd in de winkel hadden liggen. Maar naar mijn begrip is het zo geweest dat Cartier was een belangrijke dealer. En die leverde ook voor hun gigantisch grote klanten op aanvraag bepaalde horloges. En dan signeerden ze die met Cartier. En dat ging tot en met de jaren, eind jaren 70, dus 1979 of zo, vanaf jaren 60. Ik vind het vooral altijd wat het discutabel maakt voor mij, is dat zeg maar, er werkte in die periode mensen bij Rolex of bij Cartier of bij Tiffany, whatever, die nu nog steeds leven. Maar nog nooit is er iemand een keer die gewoon daar iets over kan vertellen. Ja, dat is wel vreemd. Nooit een betrouwbare bron die daar heeft gewerkt of iets. Terwijl dat fucking raar is. Ik heb nog één dringende vraag van Instagram van Hodonki. Who has the biggest fishing pole? I fucking love Hodonki. He's one of the greatest accounts. I'll do this one in English because obviously Hodonki is an English account. Making jokes about the Hodonki account. But I think he's talking about dicks. So let's swing him out. When in doubt, swing him out. 3, 2, let's go. Hey. Well, I got quite some funny stories about that. Actually, we obviously already saw each other's dicks because it's quite usual when you apply here for a job. That's every like morning. Second thing. It's like how it's called, Jasper Weinstein, kind of. No, but we went to quite some strip clubs together. Sauna Club, for example. Bonton Strip Club, where we booked some rooms and when we shared quite some nice ladies. So. Yeah. I think at this point of time, we already know. Well, to answer your question, I know for sure that Rutger has the longest neck. So if that's an indication, if that's an indication for a dick, he wins. Okay, even een serieuze vraag van Enrique RQ. Wat is de rol van Dennis in de onderneming? Oh, Dennis, hij onze salesman. Ramon en ik kunnen blijven werken. Yeah. Hij verkoopt. Een soort subsidie. Dennis is serieus. Hij staat buiten beeld, want hij durft niet in beeld. Heb je hem eventjes? What's up? Dennis is serieus de lijpste salesman. Dit moet je niet horen hoor, want dan gaat hij weer naar schoenen lopen. Maar hij is de gekste verkoper die ik ooit heb ontmoet. Je moet je voorstellen dat deze gast gewoon ijskasten verkoopt op de Noordpool. Hoe vaak ik hier in de winkel heb gestaan dat mensen naar buiten lopen. Dat gewoon mensen zeggen van, ja, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om een horloge te kopen vandaag. Moet je voorstellen hoe moeilijk dat is. Het is zo moeilijk om een broek te verkopen aan iemand die geen interesse heeft om een broek te kopen. Heel veel mensen komen hier binnen om even te kijken en ze gaan gewoon weg met een horloge. En dat is Dennis ten voeten uit. En Dennis en ik werken al 7 jaar samen? Sinds 2013. Dus we werken al 7 jaar samen. En niet zonder reden dat hij altijd is aangebleven. En altijd gewaardeerd onderdeel is. En op dit punt kunnen deze twee jongens heel veel van leren van hem. Maar dat doen ze niet. Doen we niet. Wat heb je nou een stijve, Dennis? Huh? Huh? Heeft hij nou een stijve? Dat is voor mij het grootste waarschijnlijk.
dit moment. Oké, nou, doe jij maar even een paar vragen. Ja, even kijken. Dan zijn we nu wel bij Sander Schotten. En die zegt, die is dus benieuwd naar de eerste Rolex-horloges die ooit zijn gemaakt. Wie is daar nog meer benieuwd naar? Nou, niemand. Hey, mag ik het weer doen? Want jullie... Ja, ik ben daar niet... Maar ja, hoe heet de Rolex voor Rolex eigenlijk? Niet, Rolex. Ja, hij heeft toch een Engelse naam gehad? Ja. Het heette gewoon Rolex. In 1905 heette het Rolex, Nick. Maar alleen, je bedoelt daarvoor? Egler. Bedoel je niet Egler? Pre-Rolex. Ja, toch dat hij eerst in de UK zat en toen heette het anders. Ja, Rolex. Nee, hij heeft Rolex bedacht in de UK op het dak van de dubbeldekker, zegt men. Ja. Geloof mij nou maar, pik. Ga nou mij niet uitleggen over Rolex. Nee, maar wat jij bedoelde is misschien dat hij daarvoor al bezig was met het fabriceren van horloges. Oh, dat weet alleen Nick, weet dat. Want het staat nergens op internet en zo. Alleen Nick weet het. Hij kende hem persoonlijk. Ja. Nee, toen heette dat anders toch? Toen heette het Egler. Nee, Egler. Nee, ja, Ramon. Jij vraagt het toch? Oh, Egler is de fabrikant van de uurwerken van Rolex. Dus Rolex, daarom zeggen mensen, ja, Rolex maakt niet eens eigen uurwerken. Well, dus Rolex maakt niet eens eigen uurwerken. Dat is ook voor debate. Want ze maakten wel degelijk hun eigen uurwerken. Althans, Egler maakte ze. Maar Egler werkte enkel voor Rolex. Dus dan kan je wel zeggen dat ze dat in eigen beheer hadden. De allereerste horloges die Rolex produceerde, Hans Wielsdorf in het bijzonder. Destijds, begin 1900, 1905, 1910, was het niet gebruikelijk voor horlogefabrikanten om de naam van hun merk op de wijzerplaat te drukken. Dus eigenlijk stond er altijd de naam van de retailer. Dus O'Finnigan's, bijvoorbeeld een hele bekende Ierse retailer. Maar Rolex was de eerste die zei, hey, luister pik, je kan wel juwelier zijn, maar wat belangrijker is dan jouw naam, is de naam van de fabrikant. Dus als je ons horloge wil kopen, dan gaan we Rolex op de wijzerplaat zetten. En dat is eigenlijk al dat vooruitstrevende en dat visionair wat Hans Wilsdorf in zich had, dat was al bij hem heel vroeg aanwezig. En dat heeft hij toen gebracht en dat zijn de eerste Rolex horloges. Maar tot 1927 nog geen oyster casing uiteraard en zien die er heel anders uit. Voornamelijk vrij kleine horloges, veel dames horloges, et cetera. Nick. Een vraag. Ik heb een vraag van Mikkels Amsterdam, ons wel bekend. Smikkels. Na anderhalf jaar zitten er wat lichte krasjes op zijn plexiglazen plaatje van zijn 1603. Is dit er makkelijk uit te halen? Nu zegt iemand anders eronder, de Worn Watch, zegt eronder tandpasta en een microvezel doekje. Nou, ik heb dat zelf eens gedaan, dat zou ik niet doen, dat is één grote puinhoop. Maar hoe kan je het dan wel doen? Gewoon weggooien. Schuursponsje. Gewoon weggooien, dat ding. En een witte kit. En Mikkels is uiteraard welkom bij ons. Niet alleen is hij een gewaardeerde gast hier, maar uiteraard heeft hij ook zijn 1603 horloge bij ons aangeschaft. We hebben hier een polijsmachine. Professioneel kan het verwijderd worden van je glas. Dat is heel eenvoudig. Heb je het echt bond gemaakt, kan je een nieuw glaasje kopen. Bij Rolex is dat niet zo kostbaar. Plexiglas kost €80 of iets dergelijks. En Polywatch schijnt goed te werken. Heb ik geen ervaring mee, maar kan je online bestellen voor een tientje. En dan kan je je eigen glas oppoetsen. Ja. Niet met zelfgemaakte producten aan de slag gaan. Nick heeft me wel eens filmpjes laten zien van mensen die dachten dat het een slim idee was om hun Nautilus of zo zelf te gaan polijsten of zo. Grap, het was het niet om aan te zien. Dat Mikkels. Of zoals onze collega Dennis, die beweert dat hij al 43 jaar nog nooit een krasje op een horloge heeft gemaakt. Maar hij heeft ook geen leven. Omdat hij voorzichtig doet. Hij heeft ook geen leven, die gast. Nee Dennis, jij doet niet mee. Ja, mag je gewoon niet zeggen. Jij wilde niet. Jij wilde, nee Dennis, je hoeft niet te wijzen, want jij wilde niet in beeld. Dat mag je ook niet hoor. Oké, even kijken. Dan, dit is een vraag voor Ramon. Waarom moet je letten als je een 50 Fathoms inkoopt? Oei. Wat zijn dingen... Dat is mijn specialiteit hoor. ...waarmee gerommeld wordt? Ja, nou ja, met wat niet eigenlijk. Op wat moet je niet letten, zou ik zeggen. Dat is mijn antwoord. Ja, ja, gewoon op alles. Daarom vroeg ik het aan. Scherp blijven. Weet het. Nee, ja, wat wordt er gekloot aan die 50 Fathoms? Wijzers denk ik heel veel. Nou, eigenlijk wat Nick zegt, wat niet. Weet je, 50 Fathoms is een van de gevaarlijkste horloges om te kopen. We hebben er 3 maal één gehad, terwijl we er misschien 40 keer eentje hebben aangeboden gekregen. Enige positief aan dit verhaal, we hebben op Rolex Forum of op Horloge Forum hebben we een mooie uiteenzetting geschreven over de 50 Fathoms. Het enige positief aan het verhaal is dat Blancpain ten opzichte van bijna alle andere service centers wel oog heeft voor een vintage exemplaren. En je kan zelfs een hele rapportage laten schrijven. Ja, dat is 7 pagina lange rapportage waarin Blancpain alle onderdelen uit elkaar haalt en alles gewoon displayt wat origineel is en wat niet. Dus ik zou zeggen, als een aanbieder die niet vertrouwd is, een Blancpain aanbiedt, ga ervan uit dat die niet klopt.
totdat ze dit document erbij leveren en wees bereid om gewoon €2000 rijks voor te betalen. Een 50 Fathoms vintage kost sowieso al 20 rug op zijn minst. Ja. Hoe kan het dat jouw 50 Fathoms hebt van andere merken? Goeie vraag. Dat zijn geen andere merken. Sommige ook duurder zijn, toch? Ja, Tornek en Rijfield. Die kost meer dan een ton. Het zijn geen andere merken. Blancpain heeft de 50 Fathoms uiteraard ontwikkeld als eerste duikhorloge ooit. Althans, daar was ook nog een discussie over op horlogeforum. Wat is het eerste duikhorloge? Het want Omega ooit. Marine had je eerst. Oké, in de jaren 30. Maar dat ding was zo lekker, zo'n mandje. Het was een soort kast wat je in een andere kast schoof. Ja, het werkte gewoon niet. Het was een dresswatch die waterdicht was. Daarna had je natuurlijk de Panerais. Die door Rolex geproduceerd werden, die ook niet per definitie een duikhorloge zijn, hebben ook niet de huidige specs van een duikhorloge, waaronder die draaiende bezel. En de Panerai, of Blancpain was de eerste die dat in 1953 wel produceerde. Nu hebben ze dat onder verschillende namen gedaan, waaronder in Waltham is een van die namen, maar het is nog steeds door Panerai, godverdomme, vergeet alles van Panerai, Blancpain heet het tyfusmerk. Blancpain gedaan. En het kostbaarste voorbeeld is voor de Amerikaanse markt. Dat heet Tornek Rijfiel. Het staat op de wijsplaat Tornek Rijfiel. Het is vergelijkbaar met de 50 Fathoms. Alleen staat dat erop. Panerai. Blancpain. Blancpain heeft die licentie gegeven. En die is gemaakt, dus echt issued voor de militairen daar. En die moesten hem ook teruggeven naar hun missie. Onder andere omdat hij heel radioactief was. Oh ja. Werden die horloge vernietigd. Dus hoeveel Tornek Rifles zijn er nog? Nou ja, men denkt ongeveer 20 pieces. Op veilinghuizen gaan ze voor een goede conditie 150, 180.000 euro. Ja. Oké. Dank. Nu nog één vraag. Dat is best wel een kutvraag, maar dan zijn we er vanaf. Even zoeken hoor. Dat is die kutvraag. Ik kan het niet vinden. Oh ja, nou, het was in ieder geval de vraag van... vinden jullie dat de racegeschiedenis van de Speedmaster is ondergesneeuwd... door het verhaal van de zogenaamde maanlanding en het eerste horloge op de maan? Heb je dat zogenaamde erbij gezet zelf, Nick? Ja. Conspiracy theorist. Ja, dat hebben ze toch een beetje zelf gedaan. Ze hebben het zelf toch helemaal uitgemolken, dat verhaal. Dus ja. Eigen schuld. Eigen schuld, dikke bult. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Als jullie een vraag aan mij hebben, dan beantwoord ik hem wel. Want dit is jullie inhoudelijke opmerking erover? Ja, maar daar komt het toch wel op neer. Ja, ze hebben zelf gedaan eigen schuld, dikke bult. Het is toch juist hun selling point geweest. Ze hebben toch fucking veel geld verdiend met dat ze naar de maan zijn gegaan. Dus toch logisch dat ze dat hebben gedaan? Nou, dat is logisch tot een zeker punt. En op een gegeven moment vind ik dat ze het te erg hebben uitgemolken. Dat het op een gegeven moment gewoon een beetje overdone was... Maar je en dan kan ga je niet... eigenlijk andere relevante punten, wat ook misschien unique selling points kunnen zijn, sneeuw je daardoor inderdaad onder. Dat is waar, maar je gaat niet 40 jaar zeggen, oh, wij zijn de eerste op de maan geweest en NASA heeft ons gekozen. En dan na 40 jaar opeens zeggen, oh, wij zijn het horloge voor op de racetrack. Dan denkt iedereen ook, huh? Ja, dat is toch maar het was misschien wel leuk geweest als ze zeg maar los van het hele Moonwatch verhaal zich gewoon kort daarna ook weer waren gefocust op racerij of zo. Zich daarop, ja. Er is maar één Moonwatch, er is maar één horloge op de maan geweest en er zijn honderden racehorloges. Dus het is gewoon marketing 101 door gewoon... Ja, ze hebben gewoon daarvoor precies. Gekozen. Ik had precies hetzelfde gedaan als Omega. Dus eigen schuld, dikke bult, vind ik niet dat applied bij dit punt. Maar ze hebben het wel zelf daarvoor gekozen en ik had precies diezelfde keuze gemaakt. Ja, maar had je het zo uitgemolken? Ja, want daar verdien je heel veel geld mee. daarom hoef ik het nu niet meer. Nou, ik ben er, daardoor ben ik een beetje beu. Altijd, oh, dit is het eerste horloge. Ja, oké, dat heb ik al 100 keer gehoord. Dus voor mij heeft het niet meer die show. Maar iemand die niet zoveel weet van horloges... en die hoort dat dit het eerste horloge is wat op de maan is geweest... dan geloof ik graag dat diegene denkt... wauw, dat is gaaf, dat moet ik kopen. Ren Smit zegt, Bulova is ook op de maan geweest. Nou, volgens mij is er niemand op de maan geweest. Nou, dat allereerst. Maar er zijn veel meer horloges in space geweest. Scott Carpenter met de Cosmonaut 809 in 1963. Ja. First one to orbit the Earth. Daarvoor waren de Russen met een Polyot, goedkope troep. Die al in de ruimte zijn geweest met een horloge. Ja, communistische rotzooi. In ieder geval is het... Dus Omega zegt ook nooit dat ze de eerste zijn in space. Ze zeggen de eerste op de maan. Precies. Want daar waren ze. Heb je nog een vraag? Al een beetje dezelfde soort vragen. Mooiste pak wat jij hebt, Jasper? Wat ik heb? Ja. Zo'n latex. Waarschijnlijk latex.
Met zo'n opgedrukte stropdas, weet je wel, met zo'n clipje. Zo'n gagball. Ja, met zo'n gagball. Dat is mijn mooiste pak. En voor de rest zijn die vragen hier een beetje matig in de chat. Dus, Daar gaan we door met deze. Dus dan stoppen we ermee. Dankjewel in ieder geval voor de bijdrage op Instagram. Wordt niet geheel gewaardeerd blijkt, maar dankjewel. Oké, okay, luister. We gaan door naar Abraham zonder achternaam. Die heeft geen achternaam. Dat is schitterend grappig. Die heb je zeker zelf verzonnen. Oké, ik was iemands naam kwijt, dus ik heb Abraham neergezet. Maar we hebben een ingezonden vraag gekregen. En die luidt: zijn er merken of specifieke modellen die jullie op het moment niet verkopen? Dus niet binnen AP, Cartier, Patek of Rolex valt. Even kijken, waar stond die? Maar waarvan jullie niet uitsluiten dat ze op den duur bij AVW verkocht gaan worden. Dus of zeg maar gewoon een heel nieuw merk wat we nog niet hebben gehad en gaan verkopen. Of een model wat we niet verkopen van een merk wat we wel gaan verkopen. Zoals bijvoorbeeld Rolex met de Yachtmaster 1. Wat, we sinds kort hebben. Wat is jullie mening? Nou kijk, heel eerlijk, dit vind ik altijd wel een leuk puntje. Sluit ik dus op lange termijn, dus ik zeg niet dat dat met maanden is, hele vroege Richard Mills ooit niet uit. Als je nu gewoon de veilingen ziet en de dingen... Ik denk niet dat jij het daarmee eens bent, toch? Ja, maar als je ooit, als je Yachtmaster had gezegd 5 jaar geleden of Aquanauts of dingen, weet je... Is dat zo? Vond je die toen ook helemaal niks, Yachtmaster 1? Ik sluit het niet, het zou me niks verbazen, want het verzamelaarsding eromheen is er. Zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit, zeg ik. Maar dat gezegd... Nooit! Nooit! Ik weet het niet, gap. Ja, ik vind bijvoorbeeld, wat ik wel een van de weinige merken vind die mij nu heel erg aanspreekt is... Wat? Daar klopt helemaal niks van. Die mij wel erg aanspreekt is. Oh. FP Journey vind ik dus best wel gaaf. Ja. Dus misschien dat ik ooit nog een paar FP Journeys flip. Dat vind ik wel een dope merk. Richard Mille doet mij niks. Maar ja, ik bedoel, mij ook niet, maar het is zeg maar, ik zou nu niet... Hoe zeg je dat? Durven zeggen uitsluiten. Dat... Ja. Ik zou het ook niet uitsluiten. Want als je bijvoorbeeld ook bij veilingen zie je dat echt... Die nieuwe shit, het slaat nergens op. Maar ik snap best dat er echt een hele verzamelaarsmarkt ontstaat. En dat zie je nu ook op veilingen. Ja. Ja, hetzelfde met die Dufour stuff. Wat gewoon best wel gruwelijk gemaakt is. Ik heb een zwak voor Moser & C persoonlijk. Omdat ik een marketingaanpak gewoon gruwelijk vind. Maar... Greuneveld heb ik zelf niks mee qua design. Ik vind het tof dat het Nederlands gebaseerd is en dat ze gewoon echt kwalitatieve pieces maken. Ik heb zelfs me laten vertellen dat de tourbillons voor Lange Zeunen worden gemaakt door Groeneveld. Not a backed up claim, dus als het niet zo is zou dat kunnen, maar ik heb het gehoord van een betrouwbare bron. Maar ik heb daar zelf niet zo heel veel mee. Dus ik denk sowieso dat ik liever blijf bij de huidige... merken die zich al bewezen hebben en die zoveel hebben betekend voor de historie, dat ze hoe dan ook zich de meest relevante merken. Ik denk ook dat het business-wise gewoon best een lastig punt is, omdat het gewoon ook risico met zich meebrengt. Stel, je hebt een paar independents die hele vette dingen maken. Ja. Je moet het een keer bijvoorbeeld voor het eerst gaan kopen. En dat zijn over het algemeen, als je dan kijkt naar independents, dat zijn geen horloges van 10.000 euro. Dat zijn horloges van 60.000, 70.000 euro plus. Je moet wel ook als ondernemer die stap durven zetten, ja. Terwijl je niet weet of je het ooit gaat verkopen. Plus ik denk ook dat je een beetje moet kiezen. Of je moet op die markt gaan zitten, of je moet op deze markt gaan zitten. En om het allebei naast elkaar te doen, dan wordt het een beetje vaag. En dan denk ik bijna dat het een soort van doelgroepvervaging in acht neemt. Ik denk gewoon en dat het gewoon lastig is om die stap überhaupt te nemen. Je kan niet even kopen omdat het wel leuk is om een keer te hebben. Dat is om zoveel geld. Nee, het is gewoon een hele andere markt. Arvin vraagt van waarom zeg je Nederlands gebaseerd? Oh, Nederlands, sorry. Nederlands. Groeneveld is Nederlands. Het komt uit, weet ik veel, Dracht of zo. Een of andere kutdorp in Friesland, volgens mij. Was Groeneveld een plaats? Nee, het zijn gasten. Groeneveld zijn gasten. Ik heb ze op Facebook. Ik heb wel eens met ze gesproken, aardige gasten. En Dapper Dutch Dude heeft mij helemaal overtuigd van dat het een geweldig merk is. Laat hem ook op. Hij heeft er ook weer, toch? Ja, maar toch stiekem, ik weet niet of je meekijkt, maar stiekem verluisterde die mij dat die 1838 die bij ons heeft gekocht, die gewoon eigenlijk veel lekkerder vindt en die kost 1/6 van die Groeneveld. Ja, hij is ook niet zo mooi. Het uurwerk is prachtig, maar het is niet, ik vind het echt, ik zou het, het horloge zelf is niet... Het is niet esthetisch mooi horloge. Nee, exact. Nee. Een soort slimme vrouw. Ja. Een slimme vrouw die ook grappig is, ja.
Zou je dat doen? Waarschijnlijk wel, maar weet je, volgende ochtend heb je spijt. Dat heb je een beetje bij Groeneveld. Oké, ik weet niet meer wie het vroeg, maar zou je liever één dure horloge willen hebben of een collectie van wat minder dure horloges? Mag ik alsjeblieft de slogan zeggen die Nick haat? The best day pay more, buy less. Dat vind Nick echt een kut slogan. Maar ik heb liever dat je één echt tof horloge hebt. My passion is my profession. Laat maar, zeggen jullie maar. Oké, okay. Die vraag of nieuw vraag? Nee, beantwoord. Wat was de vraag? Beter één kostbaar horloge dan een beter één kostbaar horloge, toch? Kwaliteit. Ik denk dat je namelijk ook één... Er is altijd één horloge wat je het allervetst vindt. En die kun je elke dag dragen. Ja. Ja, maar zou je dus eerder 50k stuk slaan op één horloge? Of zou je een collectie van drie pieces? Als ik voor 50k echt het horloge kan kopen wat voor mij is, dan wel. Dan zou ik het ook doen. Maar liever wel één horloge van 5k dan 10 horloges van 500 euro. Dat is het ook weer. Ja. Oh, en nog eentje, dan mag jij weer. Koos WW, over welke horloges hebben jullie sterk verschillende meningen? Dat zijn wel wat dingen. Ik moet even nadenken wat precies. Nee, ik heb sowieso best wel grote ruzies hier altijd. Zeker als ik merk als Han Hart wil toevoegen aan de collectie. Yeah. En uiteraard wij moeten Jasper eigenlijk altijd een beetje tegenhouden. Dat hij niet te los gaat met het inkopen van allemaal gekke dingen. Dat is wel gekke zo. Dingen, ja. Ik zeg ook eerlijk, als ik het team niet had gehad, waren we waarschijnlijk failliet geweest. Want daar hadden we allemaal onverkoopbare gekke chronootjes van Movado gehad. En Han Hart, die ik stiekem gewoon heel tof vind. Yeah. Maar het is meer museumgericht en het is niet commerciële handel. Dus het zijn gewoon liefhebbersdingen. Het zijn precies. Gewoon dingen die jij zelf als liefhebber heel vet vindt. Ja. Maar die business-wise misschien niet helemaal verstandig. Maar er zijn zeker pieces, zeker mijn Cartiers, die vallen nog wel eens in de verkeerde smaak. Inderdaad. Ja, maar dat is denk ik ook... Dat is denk ik ook een beetje... Dat is denk ik ook een beetje dat jij dan een Cartier inkoopt. Dat wij denken van ja, maar weet je, in plaats van dat hadden we ook gewoon... Ik vind het wel leuk om te zien. En er zijn zat Cartiers die ik wel... Die jij inkoopt, dat ik denk, vertering, wat is dat nou weer voor ding? Maar het is wel leuk. Ik snap het wel. Maar niet commercieel of zo. Ja, je moet ook een beetje lachen. Ja, maar met Cartier is het dan ook weer net anders. Het is zo'n onontgonnen terrein. Ik snap ook wel dat je al die dingen dan probeert. Gewoon kijken wat het is. En heel veel mensen kennen het dan niet. Dat is ook natuurlijk. Maar we moeten ook eerlijk toegeven, met misschien enige arrogantie, dat als wij iets pushen en onze smaak duidelijk maken, dan merken we ook dat de markt het oppikt. Ja. Nou ja, het grootste voorbeeld is uiteraard de Datejust, omdat wij gewoon vinden dat het beste horloge is om te kopen als je eerst horloge. Nou, we verkopen zo fucking veel Datejust. Daarnaast de D-Date, waar wij geen moeite hebben bij met de verkoop en anderen wel. En de laatste toevoeging is Cartier, wat natuurlijk niet gezien werd als commercieel interessant. Maar sinds wij het zijn gaan pushen, verkopen we het fucking goed. En we zien opeens andere bedrijven en andere handelaren ook opeens Cartiers kopen en verkopen. Over dat, merk je ook dat door onze mening, dat ook de mening van de klant aangepast wordt. Dat je merkt dat Cartier nu meer verkocht wordt of een Yachtmaster 1 bijvoorbeeld. Ja. Zeker. Ja, Cartier het beste voorbeeld zijnde. Zijn gewoon nu, vorige YouTube filmpje stond er volgens mij 2 keer in de comments. Van ja, ik had niks met Cartier, maar sinds jullie het zo aan het pushen zijn, heeft het toch wel mijn ogen geopend. En vind ik, is mijn mening vooral, aangepast. Vooral ook onder mannen. Veel mannen vinden in het begin Cartier een beetje vrouwelijk. Maar als je ze dan van kan overtuigen van een Cartier tank, dat is echt vet shit. Dat kun je gewoon dragen als man zijnde. En ze beginnen het te dragen, ze passen het hier in de winkel, dan merk je echt dat die mening verandert. Ja. Dat ze het echt vet aan het vinden. Ja, en het is gewoon voor jezelf leuk. Want zoals een klant van mij laatst zei, ik zeg het niet te vaak, want het is goed voor zijn ego. Maar die zei, Jasper is top 10 Rolex professor about the world, zei hij zelfs, about the world. Maar Rolex is zeg maar heel veel al bekend bij iedereen. En bij Cartier weet eigenlijk niemand hoe het allemaal precies zit en wat er bekend is. Dus ook wij vinden steeds dingen en laten elkaar bepaalde Cartiers zien die niemand ooit heeft gezien. Ja. En dat maakt het leuk. Ja. En onze following volgt dat en die ziet ook opeens, hun ogen worden ook geopend daarin. Soms dan kom ik wat tegen online of Ramon van Rolex of Patek en denk je, joh, ik heb hem nog nooit gezien. Laat je dat misschien, check dit. En dan zegt hij, lang gezien. En met Cartier heb je dat, is dat niet het geval. Dat is het leuke dan. Ja, en een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Yachtmaster waarvan wij allemaal zeiden, dat is gewoon een fucking vet horloge. Die 16628, die gouden Yachtmaster met witte plaat. Ja, als je die in de markt zet als zijn een lelijk horloge, dan ga je hem gewoon niet verkopen. Maar als je gewoon zegt van dit horloge is fucking nice, wat we ook vinden. Mensen merken onze oprechtheid daarin, want we zijn wel eerlijk. We hebben geen precies connecties met dealers. We hoeven niet een merk te beschermen of een model te beschermen omdat we daar financieel baat bij hebben.
Als we het horloge niet nice vinden of het merk niet nice vinden, dan kopen we het niet. En de Yachtmaster is iets wat heel veel mensen tegen de schenen schopt qua looks. Maar omdat wij er zo achter staan en zeggen, weet je, dit is de reden dat het eigenlijk fucking vet is, gaan andere mensen dat ook inzien. Dus we pushen wel degelijk dingen, echt hard, maar echt puur omdat we er alleen achter staan en het zelf vet vinden. En niet omdat we shit willen verkopen waar we niet vanaf komen. Anders hadden we hem in eerste instantie nooit gekocht. Want niemand dwingt ons om iets te kopen. Ja. Oké, okay. Gaan we door. Even kijken. Bart Jans. Is er een model die jullie al lang graag in de winkel zouden willen, maar tot op heden niet hebben weten te vinden? Nou, ik weet er al één voor Jasper die ik verpest heb laatst, voor hem. Ik wil niet met deze geassocieerd worden. 5066 Japan Edition. Ja. Dat is dus een Aquanaut 5065, een kleine variant met zo'n echt... Met die blauwe plaat, toch? Felblauwe wijzerplaat en zo'n blauwe rubberband. Maar is die felblauw? Of een beetje donker? Felblauw vergeleken met de andere platen. Maar hij is echt blauw. Je ziet echt dat hij echt blauw is. Ja. Die wil Jasper al heel lang. Ja. En laatst kreeg ik die aangeboden en toen heb ik hem laten liggen op 300 euro. Omdat ik uit principe niet meer wilde betalen dan dat ik had gezegd. Want? Wat was die... Omdat het gewoon zo'n guy was. Hij komt uit Hongkong en hij heeft echt tering vette shit. Ja. Echt gruwelijke collectie. Hij biedt altijd dingen aan. En dan zegt hij, ja, wat kun je hiervoor geven? En dan doe ik een bod. Het maakt niet uit wat ik zeg. Al zeg ik 3 ton en het is een horloge van 20 euro, dan wilde hij alsnog 3,5. Weet je wel? Altijd. Ja, ja. En nu weer. En dan wilde hij, weet ik veel, 30. En dan kwam ik hem tegemoet. En dan was het weer niet goed, weet je wel? Dus dan zei ik tegen hem van, weet je, laat maar. Ik hoef hem niet meer. Maar dan was het gewoon dat meant to be. Dan komt hij wel op een dag. Dan gaat Jasper hem wel krijgen. Ja. Even kijken, andere dus modellen. Dus dat is er eentje, die Japan Edition van 5066. Iets wat we al een tijd proberen te bemachtigen. Nou, we proberen eigenlijk al een tijd die gouden 35mm Yachtmaster te bemachtigen, toch? Bemachtigen. Zijn we nu mee bezig? Dus misschien komt hij er wel. Dat is dus dat zal wel vet zijn. Ook in het staal is het ons gewoon nog nooit gelukt. Terwijl dat horloge van een paar duizend euro is, geloof ik. Maar het is gewoon lastig te vinden. Ja, weet je, er zijn zat dingen die we heel graag zouden willen, maar waar we echt actief op jagen, weinig. Want dat je komt er heel vaak achter dat dingen, dan wil je het heel graag en dan ga je kijken en dan is het gewoon te duur om commercieel van ons te kopen. Ja. Dus met heel veel dingen willen we het wel graag, maar is het gewoon een kwestie van geduld tot het aangeboden wordt voor de juiste prijs. Dus we willen zoveel, maar het is niet dat we echt actief naar bepaalde horloges zoeken. Net als die Milgauss, dat is denk ik het horloge wat jij het allerliefst wilde van alles. Maar je bent niet elke dag bezig met die Milgauss zoeken. Het is gewoon geduld tot je hem een keer aangeboden krijgt. En zo moet het ook een beetje gaan, toch? Het moet gewoon op je pad komen, eigenlijk. Ja. Plus, als je het echt zoekt... Ik zoek wel eens dingen, maar dat is voornamelijk voor mezelf. Als je zoekt, dan ga je gewoon bloeden. Ja. Mensen weten dat je het wil hebben en dan zijn die prijzen anders. Als het op je pad komt, dat is een ander verhaal, weet je. En om het te kunnen aanbieden voor competitieve prijzen... moet het niet zo'n horloge zijn waar je specifiek naar op zoek gaat. Kijk, ik kan elk horloge kan ik zorgen dat we hem morgen hebben. Als we een afnemer hebben die zegt... ja, ik wil dat horloge kosten wat het kost, wat we wel eens hebben gehad... dan zorg ik dat we het morgen hebben. Maar dan ga je gewoon 10, 20 of 30% boven de marktwaarde. Ja. Dat vind ik zonde. Dus concreet antwoord, zijn er merken of zijn er horloges die jullie tot op heden nog niet hebben gehad... maar wel zouden willen? Die zijn er zeker, maar we wachten geduldig. Maar wat een beetje binnen ons zoekveld ligt... dat is dus dan wel die Japan Edition Aquanaut. Ja. In die 35mm Yachtmaster, waar we dan nu hopelijk een deal van krijgen. Eén vraagje van Instagram. Volgens mij van de enige dame die aan het kijken is. Op Rutger zijn moeder na dan. Mijn vriendin. Karine VE. Hebben jullie wel eens een dameshorloge gedragen? Of een horloge gedragen dat eigenlijk ontworpen is voor heren? Nou, dat is Jasper King, toch? Dit gebeurt in de parfumwinkel wereld heel vaak. Hebben jullie daar ervaring mee? En die, jij hebt het altijd over die guy van Soetsupply. Ik denk dat ze bedoelt van, hebben wij wel eens dameshorloges gedragen? Ja, en hebben we wel eens herenhorloges verkocht aan dames? Nou, dat gebeurt altijd. Ja, we verkopen heel vaak herenhorloges aan dames. Ja, ja. Andersom is wat ongebruikelijker, maar niet onbekend. Ik zelf draag graag de kleinere maten, dus 31 mm ook tof. Ja. En we hebben ook wel eens aan heren gewoon dameshorloges verkocht, zeker. Ja. Het punt is meer dat, zeg maar, wat betrekking heeft tot deze vraag, van de merken die wij verkopen... Dus blijft er maar een heel klein deel over wat echt een dameshorloge is. Een beetje een Rolex dameshorloge, ik kan het voor de grap, Jasper doet het wel eens om, maar het slaat eigenlijk nergens op om 26 mm bicolore, gouden diamond dial te dragen. Als je het niet snapt, dan kan je het gewoon toegeven. Dan hoef je niet gelijk te zeggen. Als je lang genoeg bent om dat te dragen. Ja, als jij ze compenseren hebt met je lange nek. Dus we hebben niet echt iets wat unisex, zeg maar,
naar de kant van de man toe op te dragen is. Bestaan jullie sekshorloges eigenlijk wel? Dat vragen heel vaak mensen, maar die bestaan toch eigenlijk niet echt? Nee. Elk horloge is unisex. Maar dan is het eigenlijk gewoon een herenhorloge die ook door dames wordt gedragen. Ik vind ook meestal, soms dan verkopen een echte mannenhorloge, dus bijvoorbeeld de Rolex Tourist aan een vrouw. Als je echt een vrouw hebt, wat echt een vrouw is, een mooie vrouw, dan is het, vind ik het echt gruwelijk. Dat is de tante weer. Nee, die reed lekker. Maar soms heb je echt zo'n manwijf die dan ook nog eens een GMT gaat kopen. Dat gaat, vind ik dan echt zo'n kanaal. Swissmade wristwatch zegt, alles onder de 40 mm is voor vrouwen. Alles onder Swiss de 40 mm. Swissmade wristwatch, die heeft zo'n... Amsterdam vintage. Zo'n wristwatches hebben we dan. Zo eentje heb jij. Oké. Hij rijdt Hummer limousine ook, hè? Oké, we gaan door met Watch Collector 040. Welke code is dat? Welke? Eindje. Eindje? Woedsel. Eindje Gremma. Kom maar, hoor. Ik heb een kistje. Wat zijn de meest irritante vragen die jullie op Instagram en andere social media ontvangen? Dat hebben we vandaag toch gedaan. Dat hebben we vandaag op Instagram uitgelegd. Nee, maar dat waren jokes. We hebben ook echt vragen waarvan je helemaal schijt. Accepteren jullie ook nieren? Dat is wel een vraag, toch? Ja, dat is echt een irritante vraag. Ik heb 300 euro. Ja. Welke horloge? Die van of dat mensen een horloge laten zien waar wij helemaal niks mee doen. Van een merk gewoon wat echt onder eigenlijk ons budget zit. En dat ze dan gaan vragen, wat vinden jullie hiervan? We krijgen gewoon echt veel domme vragen. Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld mensen die zeggen van... Ja, volgen jullie al van dag 1? Wat vinden jullie van Pulsar? Ja. Dat weet je toch? Wat we daarvan vinden. Ja, en dat soort dingen. En of ik uitwil met je moeder. Dat soort en of vragen. Ik uitwil laatste. Maar de vraag is... Ben je erop ingegaan? Jasper kreeg laatst een aanbod om met iemands moeder te daten voor de verjaardag. Oh ja. Heb je er geploegd? Dat is de vraag. Ik kan deze antwoord niet bevragen. Nee, we krijgen zat domme vragen. Chef, de rode. Wat is jullie favoriete independent watchmaker op zowel technisch als esthetisch gebied? U heet je toch? Hij is Urban Jurgensen, ik FP Journe. Kari is denk ik wel hard. Ja, Voetelijn is tering hard. Rexep, Acrivia. Die is ook gruwelijk. Ja, weet je, het is ook een beetje lastig om erin te verdiepen. Want elke specifiek stuk over een bepaalde independent watchmaker komt eigenlijk tot de conclusie dat echt de lijpste is van iedereen. Ja, klopt. Die Acrivia? Nee, gewoon, het maakt niet uit als je een stuk over Voetelijnen leest, dan is Voetelijnen echt de lijpste. Oh, ja. Ja. Hoe heet die? Roger Phillips? Nee, hoe heet Roger Dubois. Roger Federer. Dubois. Die Engelse, ja, er is er eentje en die schijnt wel echt. Roger Smith. Roger ja, W. Ja. Smith. R.W. Smith. Ja, dat zeggen heel veel mensen dat echt de code is. Dat is ziek, hè? Ja. Maar ik vind Voetelijnen wel hard. Eigenlijk. Ja, maar is dat even ermee te maken dat je Kari toen had gepijpt? Of staat dat helemaal van los? Dat staat er niet van los. Dat is ook in elke keer. Dan weet ik om dit soort dingen te zeggen voor de community. Je had hem lange nek gegeven, toch? Ja. Sorry, ik zweer het. Het is grappig. Ja, ik vind hem dus wel vet. Dit is koud. Nee, ik ben niet echt mega fan, maar er is wel binnen de independents. Je ziet wel gewoon dat die afwerking kan zeggen wat je wil, maar dat is wel next level. Ja. Dat is niet, en ik begin het ook wel vetter. Hey, we klaar! Hoe jij het afwerkt. Ja, R.W. Smit. Huh? Ja, doe maar een neutje. Okay. Dus de favorieten waren... Urban Jurgensen. Urban Jurgensen, omdat hij het een vette naam vindt. Die heb ik vergeten. Urban Jurgensen, broer! Urbi! Heb je nog een serieuze vraag? FP Journe. Ik heb nog wel een paar, maar zeg maar. Daan de Recht. Die heeft er al eentje gestuurd voor de week. Je mag maar één keer. Die heeft nog 10 vragen ook op Instagram. Kijk, Daan. Maar hij is wel een goede guy. Hoe doet Jasper het nu met inkopen aangezien er niet gereisd mag worden? Rijst? Ramon heeft net nog rijst. Waarom altijd aan Indonesië vragen over rijst? Vorige keer ook al met Japan. Nick, ken ik het? Ja, maar geef die maar. Is Korea. Nou, gelukkig zijn er bedrijven die dingen versturen. Dus dat scheelt. Ja, dat klopt. En mensen zijn hier ook welkom. Nee, dank je.
Nee, we doen inderdaad gewoon, we sluiten sowieso heel veel deals met mensen waarmee we heel veel zaken doen. Verzamelaars en handelaren over de hele wereld. Dankjewel. En de couriersdiensten doen het nog gewoon. Dus we hebben best wel wat horloges gewoon in het buitenland weten te los te peuteren afgelopen periode. Dus verder is dat niet zo heel problematisch verlopen. Ja. Wat was de vraag? Rijst met rijst. Rijst? Geloof ik. Oh, lekker man. Wat jij het lekkerst vindt bij rijst? Kip. Ja, nee, dat weet ik. Waarom vraag je dat? Ja, iemand. Oké, Daan. Dat was het. We gaan door met Pieter. Pieter Derks. Die vraagt zich het volgende af. Stel je moest 1 exclusief horloge kopen met onbeperkt budget. Oh, dat vind ik een irritante vraag. Dat. Ja, dat is ook dat wel. Als je 1 horloge moet kopen, welk horloge zou je kopen? Volgende, niet antwoorden. Wat is je duurste horloge? Nee, maar ja, dat is ook een irritante vraag. Wat is je duurste horloge? Die je de rest van je leven moet dragen, maar het mag geen horloge zijn van de merken die we zelf verkopen. Ah, kutvraag. Volgende vraag. Maar wat is het antwoord? Ik heb een leuke vraag dan. Doe even iets anders. Ja, die heb ik niet meer. Die had ik aan het begin al niet. Oh, dit zijn die vragen die jou had gesteld. Ja. Daar zijn we nu beland. Zit er elke keer wat in. Doe iets anders. Jacob. Wat vinden jullie de beste vintage watch dealer ter wereld? Los van jullie zelf, jullie blijven voor mij nummer 1. Hartje. Nou. Dankjewel. Jong. Nee, maar hij bedoelt denk ik echt gewoon vergelijkbare bedrijven. En ook onderbouwd. Dus niet alleen zeggen van, ik vind spiegelgrachtjuweliers het beste. Gewoon een reden. Vind jij die het beste? Nee, maar ik noem een voorbeeld. Ik heb wel een heel aantal deals gedaan met verschillende dealers. Een van mijn positievere ervaringen is Craft & Taylor, Cameron Barr, eigenaar van Craft & Taylor. Dus waar zou je een horloge zelf kopen? Craft & Taylor, Cameron Barr in Los Angeles. Manta Watches, die is in Miami. Wie ik zelf een aardige gast vind en een legit guy, World of Time, is Ralf Meerts, zit in Duitsland. In Italië doe jij veel zaken met Bonanno, luxury concept. Dus Dubai, hoe heet die guy? Dubai, Tariq, Momentum Dubai, dat is een goede vriend van mij. Dus een beetje over de hele wereld hebben we wel goede connecties met mensen die gewoon echt waarvan je blindelings kan kopen. Okay, dus als je één mag kiezen waar je zelf je een privé horloge zou kopen? Ja, Davidoff Brothers trouwens in Genève wil ik niet ontnemen van hun eer, want die zijn heel goed, alleen gericht op Speedmasters, dus daar heb ik zelf wat minder mee. Maar als je een Speedmaster wil kopen, dan is Davidoff Brothers wel het adres. Maar over het algemeen zou ik dan kiezen voor, en daar heb ik ook regelmatig van gekocht, Cameron Barr van Craft & Taylor. Ja. Over buitenlandse dealers gesproken, Amerikaanse. Wat vinden jullie van meneer Buckley en het Blueberry verhaal? Tuscany Rose is dat dan? Ik vind Tuscany Rose wel G. Doen wij zaken met Tuscany Rose? Weet je wat? Oké, ik vind van Tuscany Rose, ik vind het gewoon wel mega knap wat hij heeft gedaan. Als je gewoon ziet wat hij doet en je zoekt hem op en zijn winkel. Eigenlijk is het niet meer dan gewoon een simpele pawnshop en het ziet er echt armoedig uit en shit. Ja. Maar de hele horlogewereld kent hem. Dus op een of andere manier kan zeggen wat je wil, maar hij heeft toch wel... Omdat hij al 40 jaar in het vak zit, hè, gehad. Ja, maar toen ik 17 was en naar New York ging, toen werd ik door... Ja. Daarom waardeer ik hem heel erg. Werd ik door John Buckley himself, werd ik een beetje geïntroduceerd aan de mensen daar. Dus ja, ik kan moeilijk een kwaad woord over hem rappen. Ja? Ja, het is ook heel... Maar ook een grote, interessante horloge kwestie, wat er wereldwijd is, daar betrekt hij zichzelf bij. En ook op negatieve manieren, maar hij staat er wel en iedereen ziet hem wel en... Ja. Hij heeft toch wel een marketing dingetje. En hij komt voor in Uncut Gems, heel kort. En die hele film is toch gewoon op hem gebaseerd? Ja, een beetje wel. Ja, een beetje wel. Dat zei je ook over mij trouwens. Dat zei jij toch ook, volgens mij, of niet? Ja. Hij zei, dat is gewoon Jasper, Uncut Gems. Ja. Maar dat zijn positieve dingen. Maar Blueberry Inserts, ja, dat is een verhaal waar we een apart filmpje aan kunnen maken. Ja. Rolex gebruikt een aluminium inlees met geanodiseerd aluminium. En die wordt gesealed. En die Blueberry inlays die zijn anders geproduceerd. Dus ik geloof niet dat het in ieder geval niet goedgekeurd is door Rolex. Als het überhaupt een prototype ooit is geweest. Maar vanwaar de link met Tuscany Rose en de Blueberry? Omdat Tuscany Rose degene was die juist aan de pro kant stond. Dat wel die Blueberry inlays bestonden. Nog steeds. Nog steeds. Hij kan ook niet meer terug overigens. Dus. Nee, HQ Milton. Die heeft de meeste Blueberries verkocht. Twijfelachtige eer op dit gebied. Wat nu...
betreft, met de twijfelachtige heritage van de blueberry inlays. En Tuscany Rose die beschermde heel erg het bestaan van de blueberry inlays, omdat hij er zelf ook heel veel heeft verkocht. En helemaal aan de con side zat uiteraard Orky Palar. Orky, zoals altijd. Maar alles. Ik geloof niks. Van hij is geloof niks. Orky. Heb je gezien dat hij gestopt is met horlogeposts? Nu doet hij alleen politieke posts. Ja, en complottheorie over. Illuminati en dat soort shit, ja. Hij zegt, zolang de wereld zeg maar zo fucked up is, gaat hij niks meer over horlogeposten. Nee, maar hij gelooft niks over, hij gelooft eigenlijk niks gewoon. Maar jij hebt hem ook ontmoet, toch Orky? Ja, hij is hier 2 keer in de winkel geweest. En ik heb hem heel vaak in Genève gezien, in Hongkong, bij die Hongkong auctions. Wel gewoon een aardig guy. Prima guy, alleen het is wel iemand die gewoon achter zijn computer, denk ik, de hele dag bezig is met dingen bedenken en hij is heel paranoïde. Ja, oké. Okay. Dus die geloofde dat niet en Tuscany Rose nam het tegen hem op en dat werd een soort online feud en dat was gekhuis. Dus dat. Was hij gestopt? Ja. Werd hij gebeld? Kijk, als ik nu naar dit doe, dan is die hele balk niet weg. Hm? Mag ik eens kijken? Heel versluit? Dan is dit niet opgeslagen. Denk ik. Dan laat ik me een beetje afsluiten. We waren even weg, maar we zijn er weer. Zonder Ramon, want die moet schijten. We hebben nog 1 vraag. En die is voor Jasper, want ik weet zelf ook niet precies het antwoord merkspecifiek. Steven Fuik vraagt zich af het volgende. Waarom is Rolex gestopt met cosigns of retailer stamps, terwijl bijvoorbeeld Patek Philippe dat nog wel met retailers doet? Of waar dat je dat nog wel ziet? Nou ja, waarom een merk een bepaalde motivatie heeft om iets wel of niet te doen, weet ik niet. Dat moet je aan de CEO vragen. Heineken is ermee gestopt destijds, dus jaren 90. Rolex heeft het sowieso niet nodig. Rolex heeft zelf retailers iets lager in het vaandel staan, denk ik, dan Patek Philippe, die iets traditioneler wat dat betreft is. Nu is het wel zo dat Rolex nooit retailer stamps zelf heeft uitgeleverd. Dus Rolex leverde die horloges bijvoorbeeld naar Tiffany & Co. En Tiffany & Co. stempte ze zelf. Dus Rolex heeft het nooit gestempeld. Dus ik denk dat daar sowieso een onderscheid in is. En ik denk dat Patek Philippe enkel nog aanhangt aan Tiffany & Co. Omdat het een soort van historische waarde is geworden. En Tiffany & Co. is uiteraard een van de belangrijkste juweliers ter wereld. Dus dat ze dat ook gewoon uit marketing oogpunt doen. Denk je ook niet bijvoorbeeld, want ze hebben ook tot, ik weet niet of wanneer ze daarmee zijn gestopt. Of dat ze Wempen hebben ze natuurlijk co-signed gedaan, Patek. Ook gewoon een moderne nauten, dus, wat er overigens echt niet uitziet. Zou dat ook niet gewoon zijn omdat Wemp een dermate groot dealer is, invloed heeft wereldwijd, dat ze gewoon zelfs Patek daar niet onderuit komt? Dat Wemp gewoon zegt van luister, als je wilt wij het nog pushen en alles, dan willen we die stempel op hebben. Tuurlijk. Dus het zijn gewoon economische spelletjes die worden gespeeld. En de ene is meer in positie om bepaalde eisen te stellen dan de andere. Maar ik denk dat Rolex dermate arrogant is, of tenminste dermate een positie heeft bekleed in de horlogerie. Dus dan denk ik, ja, uiteindelijk boeit het me geen hol wie mij verkoopt. Als we een Rolex in een winkel leggen, dan is hij verkocht, klaar. En als nu een retailer, hoe groot het ook is, zou zeggen van weet je, ik wil retailer stem, anders niet. Dan zeggen ze van oké, dan niet. Mm-hmm. Dat klopt helemaal. Denk ik. En ik misschien denk, dat bijvoorbeeld Wempen dus dermate groot is in Patek en zo'n groot klantennetwerk heeft opgebouwd over de jaren heen. Dat die nog wel die macht hebben, maar dat... Ja. Je weet het niet. Ramon is er mee eens, heeft het halve verhaal niet gehoord. Nee, maar ik ben het er wel mee eens. Hij schrijft even aan en die gaat dan snel knikken. Ik denk inderdaad dat dat zo is wat jullie zeggen. Ja. Ik sluit me aan bij ons. Ik sluit me aan bij jullie. Ik wil jullie bedanken in ieder geval voor de vragen die ingestuurd zijn. Iedereen bedankt ook voor Instagram Live die heeft meegekeken. Vorige keer gingen we over de 4000 totale kijkers. Mochten jullie vragen hebben voor een vervolgfilmpje, dan kunnen jullie die altijd insturen. In deze quarantainetijden is Team AVW voor jullie paraat. Niet alleen om jullie vragen te beantwoorden, ook om jullie entertainment te bieden. Dat doen we voornamelijk op ons Instagram-account @AmsterdamVintageWatches. Uiteraard in onze stories komen alle horloges voorbij, maar ook alle gekke capriolen die zowel uitgevoerd worden door onze grote vriend Rutger Kooijman, Ramon... De stuntman Ramon. Ramon Soprano. Nick van der Lee, Jasper Lijvering. Wat? Nick van der Lee. Oh, sorry. Dat is nieuw. Hey, Nick. Sidekick Nick. En ook nog Dennis, maar die... Denk de camera is heel gek, maar niet durft op de camera. Hij is gek hoor. Hij is echt gek. Hij is helemaal gek man, wel zien. Hij is lokkel. Maar in ieder geval, dankjewel voor het kijken.
Zorg dat jullie ons abonneren. Zorg dat jullie ons abonneren. Ik kan niet meer, man, bro.